Illegale vissers teisteren Bigipan. Deze vissers doen aan fuikvisserij in het bijzonder beheersgebied dat enorm populair is onder toeristen vanwege de diversiteit aan flora en fauna. Fuikvisserij is uitdrukkelijk verboden in dit gebied omdat het de natuurlijke habitat van zowel land als water aantast. Onze nieuwsdienst die zich ter plekke oriënteerde stuitte op enkele tientallen fuiken. Die zijn neergezet door vooral Guyanese vissers die illegaal in het gebied vertoeven dat bekend staat als Burnt Bush. Districtscommissaris Senrita Gubardin zegt nog niets te weten over deze praktijken van de vissers. Ook de lokale vissers van Likeri keken verbaasd naar het beeldmateriaal van de redactie. De touroperators in Bigipan zeggen dat de laatste tijd er weinig controle wordt uitgevoerd door de dienst Slands Bosbeheer LBB. Ondanks verwoede pogingen lukte het de redactie niet om een reactie te krijgen van dit instituut.